Nee, minister, Antwerpen lijkt wel het Colombia van Europa te worden. Bogota aan de Schelde. De fameuze War on Drugs campagne van de Antwerpse burgemeester De Wever is uitgedraaid op een drug war waarbij rivaliserende maffiabendes elkaar naar het leven staan met schietpartijen, met brandbommen en nu ook een echte Wild West traditie met een dead or alive lijst waarbij men alle outlaws die door het gerecht worden ondervraagd of tipgever zijn of informant van de politie worden publiek gemaakt via pamfletten, dood aan de informanten met alle gevolgen van dien. Het lijkt wel een stripverhaal, maar dat is het helaas niet. De realiteit overtreft de fictie in Antwerpen. En u hebt in september aangekondigd dat er een stroomplan zou komen waar alle diensten, parket, politiediensten, stedelijke diensten, maar ook douane en aanverwanten uiteindelijk alle krachten zouden bundelen om te komen tot een aanpak van deze problematiek. We zijn ondertussen februari. Ik heb van het stroomplan niets meer gehoord. Mij wordt verteld dat in de loop van de komende maanden een en ander ook publiek zou worden gemaakt. Maar ik denk dat er een state of urgency is, meneer de minister, waar we niet aan mogen voorbijgaan. Wachten op het zoveelste plan is goed om de publieke opinie even te sussen naar aanleiding van het zoveelste schiet of andere incident met drugmaffiabendes in Antwerpen. Maar dat doet niks af aan het oplossen van het probleem. Dus mijn vraag aan u ligt voor de hand. Wanneer komt het stroomplanner? Wat zijn de krachtlijnen van dat stroomplan? En welke maatregelen neemt u vandaag? Hebt u de voorbije weken en maanden sinds september, toen u het stroomplan hebt afgekondigd, genomen om de incidenten met de rivaliserende bendes in Antwerpen aan te pakken en de drugmafia uiteindelijk een halt toe te roepen? En we moesten eerst een plan maken, dat is gelijk, neem ik aan, uw huis ook zo gebouwd hebt. Eerst een plan gemaakt en dan beginnen de stenen op één te zetten. Wel, hier werken we ook zo. Eerst een plan en dan kunnen we, aan de slag gaan. Ondertussen zijn we 7 maanden verwijderd van de gemeenteraadsverkiezingen. Bart De Wever als burgemeester van Antwerpen heeft 5 jaar geleden uiteindelijk aangekondigd dat er die fameuze war on drugs zou komen, dat dit de prioriteit der prioriteiten was. En u zegt mij, als we een huis bouwen, moeten we eerst een plan hebben. Dat klopt. Maar 5 jaar geleden reeds werd het plan uitgetekend om de war on drugs in Antwerpen te voeren. En vandaag stellen we vast dat die war on drugs uitgedraaid is, zoals ik al zei, aan een drug war met rivaliserende drugmafiabendes die elkaar te lijf gaan in de straten en pleinen in Antwerpen. En het probleem is de geborneerdheid van uw partijvoorzitter en burgemeester die ingezet heeft op het wegwerken van de overlastfenomenen, op het oppakken van kleine drugdealers, het snoeien van de takken van de boom, maar de wortels niet wil, durft of mag, wie zal het zeggen, aanpakken. En dit lijkt na meer dan 5 jaar, meneer de minister van Binnenlandse Zaken, bijna op schuldig verzuim. En ik begrijp dat u als minister vandaag moet optreden, omdat uw burgemeester in Antwerpen niet in staat is, dames en heren van de N-VA. Het lijkt bijna op schuldig verzuim van meneer De Wever. Het lijkt op schuldig verzuim, niet in staat is om de problemen aan te pakken. En dus onder curatele moet geplaatst worden van deze regering, van de minister van Binnenlandse Zaken, van zijn eigen partij nota bene, die nu moet ingrijpen omdat de stedelijke autoriteiten, burgemeester op kop, niet in staat is om deze problemen nog het hoofd te bieden. Dank u, het is meneer De Winter. Spijtig om dat te moeten zeggen als Antwerpenaar, maar dank u, meneer De Winter. Spijtige en bittere realiteit.